langs de velden, waar staat hooi groeien. Buurman op de stoep en de koeien die loeien. Broodje uit de hand, koffie in het café. Ballen met de boys, daarna een biertje, ik denk wel twee. Ik groet hier iedereen, niet dat ik zeg ken. Daar gaat het hier niet om, dat is gezellig, zeg men. Het is mooi om hier te wonen, te leven en te zijn. Te ruiken, zien en horen, god wat is het die fijn voelen altijd. Ik ben weer thuis, voelen altijd. Ik ben weer thuis. Beste kijkers, we zijn vandaag te gast bij Lina van Hommel. En we hebben eigenlijk een speciale gast uitgenodigd, een welbekende Piet Vergerven. En in deze uitzending willen we het gaan hebben over het oude beroep van snijder. En een snijder was eigenlijk een kleermaker. En in dit huis waar we nu zitten, in dit huis woonden de kleermakers, oftewel de snijders van S. Piet, jij bent wel getogen in S, maar niet geboren in S. Dat klopt. Ik ben geboren in Heeswijk. Ja, en we zijn in 1932 ben ik geboren en in mei 1934 zijn we naar S gekomen. En ik mocht toen met een vrachtwagen al mee. Ik wist nog niet wat het was, natuurlijk niet. Maar ik wou op de slip van mijn moeder, peur in de cabine van de vrachtwagen, ben ik slapende in S gekomen. Dus je hebt van het transport eigenlijk weinig meegekregen, Piet? Volgens dat ik dat heb horen vertellen, heel de huisraad en de anderen, allemaal niet, maar dan toch de andere kinderen, broer en zusters, die zaten achter op de vrachtwagen. Achter op de vrachtwagen. Ja, dat mocht toen allemaal, nou niet meer, hè. Piet, dus we mogen eigenlijk wel stellen dat jij je jeugd en je verdere leven in S doorgebracht hebt. En ik denk niet dat jullie moeder, net zoals wat ze nou doen, in een auto gesprongen is en jou naar school gebracht hebt. Dus ik denk dat jij die route hier van Baarschot naar de school meerdere malen afgelegd hebt. Ja, heel veel. En alle dagen te voet naar de school. Als toen ik word een beetje in de hogere klasse zat, dan had ik thuis een hoop rommel bij elkaar gezocht van die fietsen. Van oude fietsen, fietswielen en ketting en weet ik het wat meer. En had ik zelf een fiets in elkaar gefabriceerd. En toen vond ik toen al met de fiets naar school. En dat was, niet vergeten, kom met de fiets naar school. Dat was wel een iets apart. Maar ik had zelf gemaakt. Ja, ja. En het ergste was, de vader die had die fiets een keer meegenomen en die reed naar Terp en dan kwam er een Duitser en die fiets de fiets af. Waar ik mijn mooie fiets ook weer kwijt. Wegfiets. Ja. En Lina is onze gastvrouw. En Lina, die heeft. Lina, wanneer heb jij het huis gekocht? In 72. Hebben wij dit gekocht? In 72. Ja. En april 72 en in september zijn wij gaan komen wonen. Na een grondige verbouwing van toen de tijd in ieder geval. Ja. En toen woonde Piet nog in. Jullie hebben het huis gekocht van Piet. Ja. Marines die is op een gegeven moment naar het bejaarhuis gegaan en die heeft er niet zo lang mee gezeten. En Piet is ook naar Sint-Jozefszorg gegaan. Toen Sint-Jozefszorg. Toen jullie het hier gekocht hebben. Oké. Okay. Piet hebben er niet meer bij gehad. Nee. Dus waren er toen nog andere snijders? Is hun beroep opgevolgd door iemand? Er was vroeger hier in S nog een snijder meer. Oké. Okay. En er was een dove. Die was dove. Dove Fili noemden ze. Hoe heet die nog weer? Dove Fili noemden ze. Filet of Fili? Ja, ik weet niet hoe dat je heette, maar hij woonde door een tischkunningsgewoonte. Ah, oké. Maar goed, we gaan het nou hebben over de snijders. Marines van de Ven en Piet van de Ven. Wat zouden jij. Piet, als jij hier voorbij het huis hier op de Dorpsstraat passeerde? Nou, we wisten dan dat hier toch wel kleermakers, ja, we wisten dan dat die, door moest de kleermaker. En dat noemde dan de snijder. En dat was Marines en Piet de Snijder. En dan ook nog een knaag, dat was Jo Hout.
Jo Hout. Die heeft denk ik hier zijn vak een beetje geleerd. En die, nou, en dan kregen we, ja, ik kwam dan wel eens, ik moest verder de waaier dan ooit pruim te bakken of pijp te bakken mee brengen. Ja. En kwam er binnen en keek dan stiekem eens een keer in de werk. Plots. Ja. En dan zaten daar een stuk of drie van die mannen zitten en dan zaten in een klemmakerszit, zaten ze op die toffel. Dan denk ik, nee, hoe kun je het volhouden? Ja. Ik denk, dat is toch maar een aardige zit dan, hè? Ja, ja. Het lijken net boeddha's, hè? Ja, ja. Boeddha's. De kleermaker, in de kleermaker zit Piet. Ook jij vond dat ze alle boeddha's leken in die tijd. Ja, het was echt een... Ja, dat waren we niet gewend, zo'n zit eigenlijk. Hè. Nee. En, die zaten dus boven op de tafel? Die zaten boven op de tafel. En met een trapje klommen ze erop. Met een trap klommen ze op die tafel? Ja, dan klommen ze gewoon niet in een keer erop. Dan moeten we met een bankje of zo. Ja, ja. Maar er waren dus ook nog behoorlijke hoge tafels. Ja, dat waren flinke hoge tafels, ja. En vandaar denk ik dan natuurlijk hier aan de zijkant zoveel ramen. Licht hadden ze licht. Ze hadden gewoon licht nodig. Want ik heb horen vertellen dat in de ruimte waar de pruimtebak en de sigaretten te koop waren, dat het daar wel een beetje donker was. Dat was een donker huksje. Een donker huksje. Ja. En iemand vroeg me of dat je nog kon ruiken. Of dat die reuk van die tabak er nog hing. Want hij zegt, als je de deur opendint, dan kwam die reuk van die tabak, die kwam jou tegemoet. Maar ik denk dat de sigarettenrook ook ergens anders vandaan kwam. Ja, dat waren, of dat marines, dat weet ik niet. Maar Piet, die had gewoon helemaal bruin vingers zo van marines ook, die waren nog helemaal bruin. Ook. Dus het waren zelf ook gebruikers van hun eigen... Ja, waren goede afnemers. Goede afnemers van hun eigen product. Van hun eigen product. Oké, dus jij zag ze, Piet, op de tafel zitten. Ja. En waarom gingen ze eigenlijk op de tafel zitten? Was het alleen vanwege het licht? Ja, daar zul ik eigenlijk misschien niet Lina door meer van. Ja. Omdat, ik denk dat ze dan ook, verder rug, dat ze makkelijker zaten, dat ze niet zo wijd krom hoefden. Ze legden dan het werk, legden ze dan op de knieën en dan zaten ze zo eigenlijk te werken. En dus het had eigenlijk meer te maken ook met het feit dat ze dan in een gunstige houding zaten buiten, dat ze om de werk te kunnen over doen. Over de tafel staan, denk ik. Ja, ja. Ja, nou, dat is al best wel. En ik denk, het zijn natuurlijk grote lappen geweest. En werkten ze machinaal of werkten ze met de hand? Nee, met de hand. Nee, ze deden alles met de hand. Ze deden alles met de hand. Dus het werk werd... Stof kwam natuurlijk binnen en dan werd het... Werd het allemaal gesneden. Met de, gesneden, ja. Met de hand. Vandaar het woord snijder, hè? Ja, ja. En wat maakten ze eigenlijk? Ja, ze maakten dan ook voor de witte paarders. Dat waren de beste klanten. Die maakten dan die apijten, of noem je dat? Ja, ja. En zeker die mantels, die ze dan hadden. Ja, zwarte mantels, hè. Zwarte mantels. Hadden en, altijd. Ja, en ze hadden eronder, dat was licht, hè. Van lichte wol. Ja, ja, die wollen stoffen, die zullen hoogstwaarschijnlijk wel allemaal van Tilburg gekomen zijn, want dat was de wollen stoffen, de stad waar de wollen stoffen geproduceerd werden. En... dus de witte paters, dat waren hun beste klanten. De beste klanten. Ja. Ja, en er waren nog best een aantal natuurlijk. En daar hadden ze dus eigenlijk het meeste klandizie aan. Ja. Maar maakten ze ook kleding voor de mensen uit het dorp? Dat maakten ze ook. Pakken of zo misschien, als ja, er iemand trouwde? Ja, pakken. Ja, dat weet ik dus niet meer. Dat ik maar omdat we onze Jan of zo hier nog een pak laten maken. Toen bij ons 25 jaar getrouwd waren. Ja, ja. Dat hij hier... Als Jan een aangemeten pak had. Een pak op maat. Ja, een aangemeten pak. En de mensen kwamen dus eigenlijk door die deur naar binnen. Was er ook een soort kleedruimte of zo? Of was er mensen hun kleren konden passen? Of hoe zag het eruit? Was er gewoon één grote ruimte? Nou, ik heb nooit niks gepast hier. Dus daar kan ik niks van zeggen. Nou, er was een tussenruimte en dan gingen ze van de werkplaats, gingen ze, maar dat wij nou de douche, dan gingen ze van daaruit naar de keuken en dat was een open
ruimte. Ik denk dat ze daar misschien de wel kleding. Oh, ze kon, de kleding kon. Ja, maar dat was in ieder geval open, maar dat is nou natuurlijk allemaal dicht. Ja, ja. En maar dat was een verbinding van hier, van de werkplaats, naar de keuken toe. Oké, en daar was een ruimte. En dan hadden jij ruimte. Ik denk dat ze daar misschien wel opslag. En ja, dat weet ik ook allemaal niet zo precies. Nee, maar dat mensen zich daar eventueel om zouden kunnen kleden. Ja, denk ik dat zoiets was, ja. En die Piet en Marines waren dus de snijers. En waren ze nog ergens anders bij betrokken? Waren het mensen die betrokken waren bij dorpsgebeuren? Ja, dat was de toneelvereniging, hè? Vriendschap onder ons. Dat was jullie club. Ja, ja. Ik ben er altijd bij geweest, ja. En ik heb volgens mij ook een foto gevonden dat ze allebei opstonden met het herenkoor van de kerk, het mannenzangkoor. Daar waren ze ook bij, ja. Allebei. Het kerkkoor, ja. Het kerkkoor. Ja. En Piet was de enige zoon die ze hadden. Ja. En met wie was Marines getrouwd? Met Lientje van de Pas. Lientje van de Pas. Ook uit S afkomstig? Of dat uit S afkomstig, dat durf ik niet te zeggen. Maar ja. Wat was een zuster van Janus van de Pas. En Janus van de Pas? Die werkte aan het spoor. Ah, oké. Okay. Maar ze gingen wel s'avonds iedere avond samen met z'n tweeën een borreltje kopen. Ze begonnen dan bij Ratje Verstijnen, wie er dan in zat. Ja, ja, maar... En dan gingen ze langs Hugo Schouten gingen ze terug. Dus ze hadden iedere avond hadden ze de man twee borreltjes. En waar zat Hugo Schouten? Hier. In de Keulse Kar. Keulse Kar, ja. Oké, okay, ja, en ik heb wel eens een anekdote over die twee horen vertellen. Dat zal best. Ja, dat... een oude snijder dronk jong klaar en een jonge snijder dronk oude klaar. Ja, dat verhaal heb ik ook gehoord, inderdaad. Dus dat een oude jonge klaar dronk en de jonge oude klaar. Maar ze wel iedere dag hadden ze dus de man twee borreltjes. Hier eentje en dan gingen wij het eentje. En dat was vaste prik. Ja, dat was iedereen hetzelfde. Dat was vaste prik, ja. Dat was vaste prik. Nou ja, goed, na gedane arbeid, hè? Ja, dan moet je wel een borreltje. Dan maar wel een borreltje hebben. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, die moeten we eigenlijk nog kwijt over de snijer? Ja, daar weet ik nog iets van. Ik ben altijd nog in mijn kop hangen. Ja? Als er kwam Marines met zijn fiets naar buiten. En dan worden door de pak op het stuur geleid en door op de stang. En er was een zeiltje, zou ik maar zeggen, van iets van 2,5 meter in vierkant. Ja. En dan worden de kleren die ze gemaakt hebben, die worden erin gelegd en dan worden dat zeiltje dichtgeklapt en zo en zo. En dan een touwtje erom en dan worden dat mooi op het stuur gelegd en dan op de stang. En dan ik denk me naar de wordt weer een potter aangekleed. Dan ging Marines met zijn product. Ging hij? Naar Sint-Sjaal. Daar heb ik hem de hele dag was zien fietsen. Ja, ja. Beetje, ja, dat is inderdaad wel in ieder geval ervoor gezorgd dat als geen regen de Piet het niet nat kon worden. Ja, het kon niet nat worden. Ja, maar het ging eraan misschien vervoer. Nee. Maar ja, nee, de fiets. Ja. Een auto hebben ze nooit gehad. Nee. En snapte wel, dan leg je op het stuur en dan op de rest van de achterste stuk op de stang. En zo kon hij toch fietsen. En dat deed de meeste marines? Ja, dat deed de meeste marines. De marines gingen meestal afleveren. En ik denk dat we wel aan mogen nemen dat Piet het vak van kleermaker geleerd heeft van marines. Ik denk het. Ja. Denk het. En Adrie, die kwam, de man van Lina, die kwam ook... Als hij van de vakschool kwam, Alina, dan kwam hij iedere dag even aan en dan even kijken en dan mocht hij een sigaretje roken. Ja. Dat was toen natuurlijk. Oh, ja. Vandaar dat je dan die, al die tijd voelt. Ja, maar heeft hij hier ook nog mee kleren gemaakt? Nee, dat niet. Nee. Hij heeft hier geen dingen mee gemaakt, geen kleren meer mee. Nee. Maar hij kwam hier wel, dus maar hij eigenlijk... kwam wel iedere dag en dan had hij zo'n NSU-brommertje, zo'n brommertje en dat stond dan hier voor de deur en dan was hij er weer. Ja, ja. Maar dat was iedere dag, hij ging even langs. Ja, dus, maar ja, Adrien was natuurlijk met opleiding bezig. Ja, die was en er ook wel geïnteresseerd was in. Was ik geïnteresseerd in wat ze doen. En zodoende maar... denk ik dat wij ook hier de kans hebben gehad om in dit huis te komen. Nou, Lina, en we zitten er nog steeds, dus al die... Marines was ook nog een beetje een grappenmaker, want hij had de Kempenaar, de karmaker. Ja. Die woonde hier en die doet altijd zo. Ja. Hij kon anders niks, de Marines, die kan zo ook. Terug uit. Nou, maar wat me wel opvalt, als je naar foto's kijkt, dan heeft Marines altijd zijn handen vast.
Als je hem op foto's ziet staan, op een of andere manier, heeft hij altijd zo zijn handen vast. En als je goed naar de vingers kijkt, dan kun je ook zien dat hij behoorlijk lange handen had. Of lange vingers had. Ja. Nou, dit was ons bezoek hier bij het oude werkplaats van Marinus en Piet. En we zullen na deze opname naar Tilburg gaan om daar te kijken hoe van de wol van de schapen eigenlijk de stoffen gemaakt werden die zeker voor de witte paters gebruikt werden door Marinus en Piet. Mag ik jullie allebei heel hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. En we hebben toch weer een klein stukje historisch verleden van Nes vastgelegd. Goed zo. Beste kijkers, we zijn momenteel in het Textielmuseum in Tilburg. En hier gaan we bekijken hoe de wol verwerkt wordt tot een wollen lap. En we krijgen uitleg van Natasja. En die gaat ons precies vertellen hoe dat vroeger in zijn werk ging. Natasja, aan jou het woord. Ik zal jou de microfoon... Oh, is dat een vasthouden? Makkelijker. Ja. Ja? Wat we hier zien is een duivelmolen. Ja? Oorspronkelijke naam, de Duvelair. De mannen die dit bedienden, die werden de Duvelair genoemd, omdat ze altijd in een bepaald hok stonden, genaamd het Duvelhok hier in Tilburg. Ja. Wat doet de duvelmolen? Er zijn 101 soorten wol die van een schaap afkomen als het geschoren is. Ja. Die wol komt hier binnen. Door middel van deze wolventanden maken wij een mengbedje. Ja. De wol die is gewassen, die is onttrokken uit olie. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan smouten. Smouten is een oline, kan het vergelijken met landoleum. Ja. Dus wij smouten het een beetje in om wat vettig te maken. Ja. En dan kan die wol namelijk heel mooi vermengen en dan krijg je hele mooie lonten. Dit noemen we een lont. Hoe mooier de lont, hoe makkelijker we kunnen kaarden en een draad van kunnen maken straks. En is het geen probleem dat je... verschillende soorten wol krijgt van verschillende schapen? In principe niet. Als je uitgaat van je basisprincipe, de witte wol, dan maakt het eigenlijk niet zo gek uit. Kijk wel uit met wat voor schapen je pakt. Pak bijvoorbeeld niet een Tesselaar van Nederland en een schaap uit Nieuw-Zeeland, want die kwaliteit is te groot. En de wol, kwam die van de schapen hier uit de omgeving of waar kwam die wol vandaan? Ja. Ze zijn begonnen met de schapen uit de omgeving. Later in de tijd, dan praat ik over 1910, 1920, zijn ze van bovenaf zijn ze schapen gaan halen. Ja. En die hebben ze hier op de weides gezet bij de boeren. Ja. Dat was een overschot aan wol in Tilburg. Alleen men mocht dus bij de boer op het terrein geen wol tot draad maken. Dus ze mochten geen textiel verbouwen. Dus de mensen zijn dus de stad ingetrokken en die hebben eigenlijk dus hun werk in de stad voortgezet. Vandaar dat hier dus de textielbedrijven zijn ontstaan. En hoe lang of hoe oud zijn de textielindustrie, de wolindustrie hier in Tilburg? Ik denk dat de industrie op gang kwam rond 1870, 1880. De industrie, dus de industrialisatie van stoom, dat is rond 1890, 1900 in gang gezet. En toen zijn hier dus de bedrijven op volle toeren gaan werken. En we zitten nog in een origineel fabriek. Dit is Chrisje Mommers, oftewel Mommers Textiel. En hier maakten ze wollen stoffen. De mollen militaire stoffen van de mannen vroeger. Oké, nou, we zullen eens verder gaan kijken. Het volgende proces, Natasja. Van de duivenmolen.
gaan wij dus wol wegen. Dit zie je ouderwetse weegschalen. Er wordt hier dus balenwol gewogen en het gaat op gewicht. Dus de balenwol van bijna 25 à 30 kilo, die worden afgewogen. En die gaan we verderop in het proces gaan we die terugzien. Door middel van het kettingscheren. En wat had het wegen van de wol voor zin? Dat bepaalt hoeveel dat de baas uiteindelijk verdient. Want de gewassen wol is altijd een stuk lichter in kilo's als de niet gewassen wol. Okay, vandaar. Dus uiteindelijk wat onderaan de streep komt is belangrijk. Ja. Dus elke gram die wegging werd ook daadwerkelijk gewogen. Dus wij wegen minimaal 3-4 keer in het gehele proces. Okay. We staan hier bij het kaartassortiment, oftewel schrobbelmolen. Wat we hier doen is eigenlijk de wolkaarden, oftewel het eenzijdig kammen van de wolvezels. Je ziet hier op de grond bij mij, zie je het wollont liggen. Dat schudden we helemaal uit elkaar, dat deponeren we in de bak en dan gaan we kaarden. Kaarden is niet meer dan kammen van de wol en die wolvezels worden dus allemaal in één en dezelfde richting gelegd. En dat doen we door middel van deze kaardenbollen die je hier ziet. We hebben dus een aantal kaardenbollen die dus allemaal dezelfde kant in draaien. Tijdens het draaien gaat hier een weegschaaltje open. Die laat een aantal gram wol vallen. Weegschaaltje sluit, wordt opnieuw afgewogen. En zo ontstaat het kaartproces. Het vlies wat hier uitkomt kan gebruikt worden voor filter. Eventueel vullen van wollen dekbedden. Of mensen die nog zelf lekker handig zijn een mooie draad van spinnen. Ik ga hem even demonstreren voor jullie. Wat jullie nu zien is hoe de kaartmolens eigenlijk de wol dus kaarden. En aan die zijde, daar ziet u een opening en dat wordt zo meteen opgevuld door een aantal gram wol. De weegschaal die sluit weer af, dan wordt een nieuw portie afgewogen. En dit noemen ze dus in de volkstermen het kaarden van de wol. Wat we hier zien is de gekaarde wol na twee behandelingen die eruit komt. Ik vertelde u net dat met de gekaarde wol dus gesponnen kan worden. En dat kunnen we dus op een oude manier doen. En dat weet Nettie ons te laten zien. Ja. Nettie, ga je gang. Ja joh, dat is heel lang geleden. Maar het is wel heerlijk als je op deze manier bewerkt is om er dan een heel mooi draadje van te spinnen. Ja precies, en dat is dus de doelstelling van deze machine. Ja. Normaal gesproken kam je dit met de hand. Er werd vroeger gekaard met de kaardenbollen. Ja. Ja. Dat is nooit zo fijn als wat u hier uit de machine krijgt. Nee. Dit is ideaal om dus mee te gaan spinnen, zelf de draad mee te gaan maken en dus een hele mooie start te maken met je lekkere wollen trui voor de komende winter. Wat wij hiermee doen is voorgaren maken. Dus wij maken een basisdraad. Wat u normaal op het spinnenwiel doet, doen wij hier al op deze machine. Ja. Vervolgens, als wij het voorgaren hebben, gaan we achter jullie de spinmachine aanzetten. Okay. Ik laat u eerst even zien hoe het voorgaren gemaakt wordt. Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. U heeft dus gezien wat het kan worden. Het eindresultaat van deze machine van onze schrobbelmolen is voorgaren. We scheuren eigenlijk het lont op aan reepjes. En dit reepje dat draaien we zachtjes in elkaar tot een soort van basisdraad. En dat wordt voorgaren genoemd. Deze basisdraad gaat naar de spinmachine toe. En in de spinmachine wordt dit door middel van een twistje, het ouderwetse spinnen, in elkaar gedraaid tot een uiteindelijke draad. Daar gaan we nu even naar kijken. Die staat achter jullie. Waar we nu staan is een spinmachine, een vooroorlogs spinmachine. De spinmachine is 103 jaar oud en heet Self-Factor. Hier zit het Engelse woord self-acting in, dat bedient zichzelf. De machine heeft twee onderdelen, het stilstaand onderdeel en het uitlopend onderdeel. De machine rolt zometeen 1,5 meter achteruit, wikkelt het voorgaren af en tijdens het afwikkelen gaat het spinproces in werking. De pijpjes gaan een aantal toeren slaan in de draad. De draad wordt opgerekt tot de draad vast in elkaar zit. En aan het einde van de rit komt de machine terug en draait het garen op het pijpje. De spintechniek: uitrekken, in elkaar draaien, oprekken en oprollen.
Dit is dus het vooroorlogsspinmachine van 103 jaar oud. Vroeger werd hier met mannenmacht aan gewerkt, minimaal 12 klossen, oftewel 1000 à 2000 draden per machine. Dit was vrouwenwerk, maar ook kinderwerk in de kinderarbeid. De kinderen moesten op handen en voeten onder de machine doorkruipen om het pluis, om het vlies van de draden af te halen, want anders brak het op de spinmachine. Dit was dus een enorme klus voor heel veel mensen. We staan hier bij een kettingscheermachine. Kettingscheermachine is 125 jaar oud en hier werd vroeger op de ambachtelijke wijze een schering gemaakt. Mensen kennen de term schering en inslag. En schering wil zeggen de lengtedraden van de theedoeken, de tafellakens en de wollen dekens. De schering die wij hier maken, dat zijn 246 konen op het rek. En wij maken een schering 400 of 800 meter lang. De breedte van de schering wordt bepaald door het aantal banen die we moeten draaien. En de scheringen die we nu gebruiken, dat zijn die grote kettingbomen die in het paternost hangen. En die zijn voorzien van 6.124 draden langs elkaar. De man die dit doet, onze kettingscheerder, die is dus vrij slim. Die moet meteen kunnen rekenen, die moet weten hoeveel banen die moet draaien als die 6.000 draden nodig heeft. Wij scheren 800 meter, 25 banen. En de baantjes hebben een lengte van 6,8 centimeter. Als wij alles gedaan hebben, dan hebben we een lengte van 1,70 en 800 meter aan draad. En die kettingboom die kan achter in de weefgetouw geplaatst worden. En dan kunnen wij een binding gaan maken, oftewel gaan weven. Just being here with you tonight, I'm a queen on a throne. We staan hier op de kleine afdeling in het textielmuseum genaamd de Weverij. We hebben hier twee oude weefmachines staan. Dit is een Jacquard patroonweefmachine van 1846 en dit is een schachtenweefgetouw van 1920. Wat ik hier wil laten zien is hoe dat een figuur ontstaat op het doek door middel van onze oude ponskaartensysteem. De kaarten die u hier aan het rek ziet, dat noemen we ponskaarten. Die ponskaarten staan dus synoniem voor elk gewenst patroontje die u maar in het doek kan maken. De ponskaarten komen hier samen op de weefgetouw met die zwarte kop. Die zwarte kop, dat is een jacquardkop. De jacquardkop die heeft zijn naam aan te danken aan Jozef Jacquard. Die heeft hij in de jaren, denk 1700 ongeveer uitgevonden in combinatie met het ponskaartensysteem. Vroeger had je damast. Damast was een binding van uit een bepaalde hoek gezien dat je dus een mooi patroon zag. Dat werd vroeger gemaakt door de trekjongetjes van damast. Die zaten op de weefmachines en die trokken de draden omhoog. Wat Jacquard gedaan heeft is dus die kop uitgevonden. En die kop die zorgt ervoor dat hier de heveldraden omhoog getrokken worden. Die dus vastzitten aan de schering. We hebben de schering gemaakt. De schering komt hier naar voren. En de inslag vindt plaats door middel van de ouderwetse schietspoel. Op het moment dat zo'n kaartje boven door de jacquardkop schuift, dan wordt die door middel van tasnaaltjes afgetast. De naaltjes die door de gaatjes gaan, die trekken hier simpelweg gezegd een groep schering omhoog. Het riet gaat daardoor naar achteren en de schietspoel die gaat er doorheen. En die doet een inslag van ongeveer 60 tot 80 per minuut. Dus voor vroeger was dit vrij veel. Wat we aan deze kant hebben is een schachtenweefgetouw. Een beetje hetzelfde als Jacquard, alleen zonder patroon, dus eenvoudige stoffen. Een zigzag, een kruis of een effenstop. Meer kan deze niet. De schachten zorgen ervoor dat er dus groepen draden tegelijkertijd omhoog wordt getrokken. In tegenstelling tot de Jacquard, die kan de draden enkelzijdig omhoog trekken.
Dus deze heeft qua tempo iets meer, qua geluid ook iets meer. Ongeveer 80 inslagen per minuut en deze 60. De schietspoelen die wij gebruiken, die zal ik even laten zien. De ouderwetse schietspoel. Mensen die hebben hem wel eens als decoratie thuis hangen. De schietspoel is voorzien van een kogelpunt, zoals we dat noemen. Het is een massief stalen punt die dus met een snelheid van 20 km per uur door het doek heen vliegt zometeen. Vandaar dat we hier nu een hekje hebben staan, puur voor de veiligheid. Als de schietspoel eruit wipt, dat degene hem niet tegen de arm aan krijgt of tegen de schouder. Dus een stukje veiligheid. Wat ik even ga laten zien, ik ga ze alle twee aanzetten en dan ziet u hier het jacquardsysteem in werking. Op het moment dat het kaartsysteem gaat draaien, hoor je een schietspoel en dan zie je het riet bewegen. Dan komt de inslag er doorheen en dan hebben we dus een binding, dan gaan we weven. Bij het schachtenweefgetouw zie je de schachten op en neer gaan en dan hoor je een hardere impact omdat die gewoon weg sneller gaat. Hij gaat ongeveer 80 inslagen per minuut, wat ik net al aangaf. Dus het gaat vrij snel. Wat ik jullie wel even wil meegeven, de ervaring van twee machines qua geluid. 110, 114 decibel met twee machines. De fabrieken die bestonden ongeveer uit 150 tot 375 machines per fabriek, per hal. Een wever bedient geen twee machines, maar die had er 10, 15 in zijn eentje. Zonder gehoorbescherming en zonder vanghekje. Ik hoef u niet te vertellen wat voor een enorm kabaal dit maakt. Don't have a lot, but with me that's fine. Whatever I got, well I know it's mine. I don't go around with a local crowd. I don't dig what's in, so I guess I. We staan hier in de kelders van de stoommachine. Hier vind je de zogeheten mangaten. Dit zijn gaten die dus ontworpen waren om naar binnen te kruipen en naar boven. Om dus aan de binnenkant van de ketel reparaties uit te voeren. En eventueel het kalk van de ketel te verwijderen. Dat werd vroeger gedaan door middel van kinderarbeid. Daar werden de kinderen hier door de gangen naar boven gestuurd met een hamer en een bijtel om de kalk af te bikken van de ketel. Hier zien we hele grote drijfriemen liggen. Die drijfriemen die zijn voor de aandrijving van de stoommachines naar de hoofdassen die de machines in de fabriek in werking stelden. Een stukje verderop werd dus aangedreven door middel van kolen. Daar was een kolenschepper vroeger actief. Die kwam het 's morgens om 2-3 uur kwam die naar de fabriek. Die zorgde dus dat de stoommachine op gang werd gestookt. En die man die reed eigenlijk met een karretje de hele nacht, reed hij alle bedrijven af om de stoommachines aan werk in het werk te stellen. Dat werd dus echt gedaan door een ouderwetse kolenboer.
Beste kijkers, we hebben het hele proces van de wol verwerkt tot deze mooie labstof gezien. Natasja heeft ons een prachtige uitleg gegeven. En van deze wollen stoffen werden dus de habijten van de Witte Paters van Sint-Charles gemaakt. Natasja, mag ik jou heel hartelijk bedanken voor jouw enthousiaste en leerzame uitleg van het verwerken van deze wol. Echt hartstikke bedankt. Wij vonden het heel erg interessant. Graag gedaan. Ik hoop jullie nog snel terug te zien. Nou, dat is leuk. Bedankt in ieder geval.